café. We staan nu voor het Maritiem Museum. We gaan nu kijken wat er binnen is. Wat kun je nou allemaal hier doen? Nou, zoals je ziet zijn we hier bij professor Plons. En dit is een kinderdoetentoonstelling waar kinderen door middel van allerlei spelletjes over de haven, over douanes, waar producten vandaan komen, over laden en lossen, kunnen ontdekken hoe de maritieme wereld werkt, waar producten nu eigenlijk vandaan komen, hoe schepen in elkaar zitten. Dus het is een combinatie van spelletjes en leren. Mag jullie uitnodigen om zometeen zelf eventjes van alles te proberen om aan boord te gaan van het schip. Een digitaal spel te doen over wat zijn vlaggen betekenen. Of waar de bananen nu eigenlijk vandaan komen en met wat voor schip ze naar Nederland vervoerd worden. Dus dit is een soort van een kinderdagverblijf? Nee, het is geen kinderdagverblijf. We zijn wel een museum. Dus kinderen kunnen hier naartoe komen en met spelletjes leren zij over de maritieme wereld. Oh, dus je kan hier heel veel dingen leren en hier kun je ook weer heel veel spelen. En je kunt natuurlijk echt de collectie komen bekijken. Dus je kunt echte kunstwerken bewonderen of een echt kompas. Afscheid nemen van professor Plons, ja. Want hij gaat nu op wereldreis. Klopt. En in de voorjaarsvakantie zijn er dus allerlei activiteiten met spelletjes, met voorlezen, liedjes zingen. En de hele voorjaarsvakantie staat volledig in het teken van het afscheid nemen van professor Plons. De deelstukken van een schip zien. Sorry, de? Schip. Een stuk van een schip. Nee, we hebben geen stuk van een schip, maar je kunt wel een heel schip bekijken. En dat is museumschip Buffel. Dat is een oud marineschip, dus een oorlogsschip geweest. En dat ligt hier buiten in de Leuvenhaven, dat hoort bij het museum. En daar kun je op en dan kun je ontdekken hoe vroeger het leven aan boord van die matrozen was. Toen zij een opleiding kregen om matroos te worden, om bij de marine te gaan. Dat is toch ook heel veel zwaar werk? Dat was heel zwaar werk. Ze werden natuurlijk opgeleid om in de oorlog te moeten vechten. En ze zaten met heel veel jongens aan boord. En daar moesten ze vroeg opstaan, eten koken, met z'n allen werken, het dek poetsen en schrobben. Het was heel hard werken. Dankjewel voor de interview, mevrouw. Heel graag gedaan en hopelijk tot ziens in de voorjaarsvakantie. Dit was IWTV, tot de volgende keer.